Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Lilliput 78 211 nog iets, nou, in ieder geval een Duitse baan. Eén, hij rijdt niet. En twee is, heeft hier een extra pootje. Iets wat niet aan de andere kant zit. Wat ik ook niet terug kan brengen op als ik naar foto's kijk. Verder is hij oud, stoffig. En er hangen af en toe wat. Ja, ik weet niet. Ik wil hem in ieder geval even gaan opereren. Open maken, de binnenwerk bekijken. En hopelijk bij de motor komen en zien wat er mis is. En ik denk ook dat ik deze twee wielsets omwissel naar een buffer. Want deze wielen hebben wel een haak en deze hier is afgebroken. Ofwel, deze locomotief heeft betere tijden gezien. Ik begin bij de twee schroeven die ik kan vinden. Sorry dat ik zo in beeld zit. Dat zijn deze twee. Ik vermoed dus dat dit echt een oudje is. Zo. Dat zijn de wielensets. Ik hoop dat die onderling uitwisselbaar zijn. Ze zien er haast identiek uit. Dus ik denk dat dat nog wel goed gaat komen. Dit zijn een boel gortdroge tandwielen. En die zitten ook echt in het frame met een soort van lager. Via deze kant ga ik niet veel verder komen, denk ik. In ieder geval niet dichter bij de motor. En ik moet hem een beetje kunnen draaien, zodat ik hier een boel los kan draaien. En ik deze, ja, vreemde stang eruit kan halen. Hij gaat echt geen kant op. Ik heb ook niet het idee dat ik via deze kant veel verder ga komen, dus zet hem zo weer vast. Deze zat bij een grotere set aan, aan treinen die ik gekocht heb. Want dit er dus een van vele is geweest. Dat hij met een, hier is in ieder geval geen schroeven in verstopt. Ik ga even kijken of ik kan vinden hoe ik deze open moet maken. Het was even zoeken, maar aan de voorkant zat een stuk koper. Hier omheen gekruld, zodat de voorkant dicht bleef. En hier aan de achterkant zit ook een stuk metaal door het plastic heen. Maar die kan ik er zo afschuiven. Kijk eens aan. Dit is de verlichting voor, verlichting achter. En dat is lood. Dadelijk goed mijn handen wassen dus. En hier zie ik blauw loopt naar de motor. En geel en een andere blauwe loopt ook naar de motor. Oké. Nou. Even zien. Een grote berg met rommeltjes. Wat kabels pakken. Groen en zwart dit keer. En eens kijken wat er gebeurt. Heb ik wel
Ik heb de stekker van mijn voeding nog niet in zitten. Misschien doet hij het wel gewoon. Eens kijken. Nu heb ik stroom. Ah, maar de motor gaat niet plotseling wel lopen. Dat is mooi. Ik was heel even bang dat ik hem had getest de vorige keer, terwijl de stroom er niet op zat. Ja. Heel langzaam brandt hij een beetje. Maar dat is precies genoeg om aan deze kant die schroef los te gaan halen. De schroef is niet magnetisch. Verdikken me. Zo. Kan deze weer hierop. Ik was druk bezig met het loshalen van deze. En toen is mijn camera ermee gestopt. Dus dat staat er nog net op. Wat ik daarna heb gedaan en wat er niet op staat is... Ik heb hem verder gedemonteerd. En het bleek dat eigenlijk alles helemaal vol zat met een dikke laag vet. En ik liet het iemand ruiken. Die zei zo ook het huis van mijn opa ook. Alsof er sigaren of sigaretten bij gerookt waren. En alles zat ermee vol. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb hem helemaal gestript, alle onderdelen losgehaald. Dit was isopropyl alcohol, die verse, helemaal doorzichtig. Nou, dat is dus wat er allemaal al vanaf gekomen is. En die had opzij. Nu, dit gaat redelijk soepel. En ook al deze wielen gaan best soepel. Er zit her en der nog wat oxidatie, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om. De motor is losgekomen, omdat de... hier zit ook nog wat lijm. De motor is losgekomen, omdat er een draadje losgeschoten is. Dat is deze kleine hier. Die moet er dadelijk opnieuw op. En die motor die komt dan hier te liggen. Daar is ook het een en ander afgebroken, zie ik. Dat kan ik ook nog repareren. Dan hebben we hier de as. Die komt hier in te zitten. En aan de andere kant zat er dit. Ik weet niet waar dat topje vandaan kwam. Deze kan hier in ieder geval in het loodblok ook erin. Zo. Ergens zitten pinnetjes die hem precies goed laten vallen. Nou. Nu is hij volledig niet gesmeerd. Maar... zit de mechaniek weer in elkaar en dan ben ik benieuwd. Het is een beetje voorzichtig aan proberen te doen dat alles op zijn plek blijft zitten. Ik ben benieuwd. Nou, het klinkt verschrikkelijk. maar voordat ik deze schoonmaakactie begon, kwam er niet veel meer uit dan een zacht gebrom. En dat zachte gebrom, dat was dus de
De motor die niet eens deed wormwiel in beweging kreeg of de tandwielen hieronder. Wat ik ga doen is alle losse draden die hier overal zitten eventjes op zijn plek zetten. Dat het allemaal weer aangesloten zit. Ik ga deze, de stroompickups, op zijn plek doen. Dat die ook weer stroom van de rails af kan vangen. En deze kap ga ik nog even een wasbeurt geven met gewoon water en zeep. Want hij ruikt echt gewoon vies. Daarna moeten hier nog wat dingen opgelijmd worden. Zoals hier zit een licht ding. Hier zit alleen maar het lichtje zelf. Nou, dat licht ding lag hier ook ergens. Die moet even terug op zijn plek lijmen. En de boel smeren. Het zijn allemaal niet altijd moeilijke dingen. Het gaat alleen even wat tijd kosten. En daarna hoop ik dat hij enigszins vlotjes en soepel wil rijden. Dit is een hele flinke klus geweest, maar hij loopt weer. Zo, het zit allemaal nog niet in elkaar. Wat ik heb gedaan is, ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald. Alle onderdelen in de alcohol gelegd en opnieuw gesmeerd. Nou, er zitten hier een aantal dingen die nog afgebroken zijn, die opnieuw gelijmd moeten worden. Zoals hier de stangen. De motor zit zelfs even vast met een tie-wrap, totdat alle lijm gedroogd is. Hoewel, als ik deze kap eroverheen zet en als ik dan de tie-wrap niet zie, dan laat ik hem waarschijnlijk zo zitten. De hele blok van de motor zat zodat de as veel te hoog zat tegen het loopblok aan rammelde. Dus die heb ik terug naar beneden gezet en alles vervolgens gefixeerd. Aan dit eind hier zat kortsluiting. Waardoor dat de lamp niet werkte, maar ook waardoor dat hele ding dus continu kortsluiting maakte. Aan deze kant moet ik de lamp nog opnieuw vastzetten. Wat ook een heel gedoe is, aangezien dit ringetje niet tegen dit plaatje aan mag, maar ze wel heel dicht bij elkaar zitten, zit daar ook nog wel een keer af en toe kortsluiting in. Dus dit project is wat uitdagender dan ik had gedacht. Nou, ik ga de boel afronden, vastzetten, elektrisch in orde maken. En ik ga even bedenken hoe ik de lamp aan de achterkant hierop ga lossen. Misschien dat ik iets doe met deze koker, met dat hoesje. Dat ik daarin een stuk koper steek, zodat ik dat kan gebruiken om stroom aan de zijkant te geven. Zodat het plaatje aan de onderkant niet zo dicht in de buurt zit van dit ringetje. Dat was de laatste plek waar kortsluiting kwam. En daarna is het eventjes de boel goed laten drogen. En dan hoop ik hem dadelijk op de rollenbank te kunnen zetten. Om met verlichting het eindresultaat te laten zien. Ik had eigenlijk gedacht hier een... kijk, eens aan. Ik had gedacht hier een paar uurtjes mee bezig te zijn. Maar het heeft mij een paar dagen aan werk gekost. Veel meer dan dat deze locomotief eigenlijk waard is, als ik eerlijk ben. Maar goed. Het is niet dat er veel meer te doen is op dit moment. Nou, kijk. De verlichting gaat ook werken. Dit gaat allemaal goed komen. Dit is het eindresultaat geworden. De verlichting aan de voorkant werkt. De drijfstangen doen ook hun ding hier. Ik heb alleen deze drijfstang weggewerkt. Die hoort hieronder aan het een en ander vast te zitten. Maar daar ontbreekt van alles. Dus die heb ik ook aan één kant verwijderd. Hiervoor zit de koppeling. Hier zat de koppeling. Een volledige. En aan de achterkant geen. Die heb ik gewisseld. Dus hier zit nu een koppeling. Trekhaak zou ik haast willen zeggen.
En dit is het maximale snelheid. Mij is een beetje onduidelijk waarom ik niet harder wil. Maar ik heb niet meer vermogen wat ik erop kan zetten. Dus het is een beetje vergelijkbaar met die kleinbaan die ik heb. Die ook niet harder wil dan ja, dit. Tot zover deze aflevering van Pulse Model Train Stuff. Bedankt voor het kijken. Deel, like en laat een bericht achter. Ik ben altijd benieuwd naar jullie opmerkingen. En tot de volgende keer.